In Huizenjacht kijken we graag binnen in echte droomhuizen. En al helemaal als die van bekende Nederlanders zijn. Welkom, kom binnen in mijn droomhuis. Wanneer je erin komt, dan kom je meteen in de muziekkamer. Dat is eigenlijk de meest belangrijke kamer. Daar heb ik onder andere ook de nieuwe single, C'est la vie, gemaakt. En meestal gaat dat of op de fiets, dat je gewoon lekker in de wind fietst. En dat je een idee krijgt over een melodietje of wat dan ook. En vaak sla ik het dan ook meteen op mijn iPhone. Nou, het is niet zo makkelijk om in van mijn woning te kopen, omdat er gewoon een tekort aan grond is. Toen kregen we de mogelijkheid om mee te loten als gevestigde. En 1 op de 5 mocht meedoen. Per geluk heb ik eigenlijk dit huis gekregen. Nou, ik ben er heel blij mee. Ja, dit is dan de vliering. Het is eigenlijk de slaapkamer van mijn zoon Louis geweest. Die is nu een beetje een rommelzolder geworden. Dit vind ik dan wel erg leuk. Ooit door Erik de Zwart gekregen van de Stichting Nederlandse Top 40. En er staan van 1 boven de Stones, Queen, André Hazes, Madonna, Iering, U2, Michael Jackson, ABBA. Ja, wat wil je nog meer? En daarboven de postzegel. Wij hebben ook op een gegeven moment een postzegel gekregen. Ik moet wel even wennen, hoor, dat je een brief thuis gestuurd krijgt met je eigen postzegel erop. Er is voor mij absoluut niet mogelijk om buiten het dorp te gaan wonen. Volendammer die... ik weet niet wat dat is, maar die kan gewoon niet buiten het dorp. Er is toch een bepaalde magneet waar we toe worden aangetrokken. Ik denk dat het ook het water is. Want wanneer ik op vakantie ga, dan is mijn favoriete vakantieland Italië. Maar ik zit wel aan het Gardameer. Ik kom daar al jaren bij Bakkertje. 'S Morgens vroeg op de fiets ga ik er naartoe. En neem dan een cappuccino met nog 30 andere Volendammers die daar ook komen. Die gaan ook naar het Bakkertje 's morgens om 7 uur. En dan zitten we even de belangrijke dingen aan het doornemen. Is er nog wat gebeurd in het dorp? Dat wordt dan besproken. Dat is niet te geloven. En soms zit de dokter er ook bij. Dus die heeft ook spreekuur. Het is echt erg grappig. We waren met de hele familie op vakantie in Italië aan het skiën. En we zagen in een boek, dat lag daar op zo'n tafel, over interieurs van prachtige hotels. En we kwamen in dat boek gewoon prachtige bogen tegen. Het moest bij ons van kers uit en we hebben dat gewoon gevraagd of het mogelijk was. Gewoon in Volendam. En dat schijnt wel heel bijzonder, want dat is kers uit, dat is zo dun dus. En men heeft dat in een mal moeten maken. En er zijn 5, 6 lagen over elkaar heen gelijmd. Ik vind het wel bijzonder. Ja, ik durf het aantal gouden platen bijna niet te noemen. Het zijn er 81, geloof ik. 81 gouden en platina platen. Ik denk dat het alleen Nederland was. Want we hebben in Zuid-Afrika 6 platina platen gehad. In de meest rare landen, zelfs Bulgarije, gouden plaat. Canada, Franstalige plaat. Zelf ben ik de tal een beetje kwijtgeraakt. Dat heb je dan als je er zoveel verkoopt. Dus dat is wel leuk natuurlijk. Is echt een rioolpijp, hoor maar. En die hebben wij. Er lopen hier natuurlijk nog wat meer mensen die wat kunnen invallen dan. En die heeft dat gemarmerd, noemen ze dit. Als je dit zo ziet, dit is echt structuur wat je in marmer tegenkomt. Maar het is gewoon een ordinaire rioolpijp. Nou is dit wel het enige wat nep is hier in huis. Anders denk je straks dat het... Ben jij zelf ook trots op jouw droomhuis en wil je het aan ons laten zien? Geef je dan op via huizenjacht.nl.